Op 26 juli maakte de organisatie van de Laatste Mert bekend dat het evenement dit jaar niet doorgaat. De Laatste Mert is van oorsprong de laatste veemarkt van het jaar en is altijd op de eerste donderdag na 2 november. Voor de organisatie was het een pijnlijke beslissing, maar de beslissing was onvermijdelijk. Een heel erg moeilijk besluit, want een dergelijke traditie doet je natuurlijk met nodige pijn in je hart doorbreken, maar gelet op de omstandigheden leek het ons wijs en, om dat nu weer te cancelen, vroegtijdig. Ik denk dat niemand verbaasd zou zijn dat de Laatste Mert niet door zou gaan. Die Vierdaagse gaat niet door, de Tour de France gaat niet door, een hele hoop zaken gaan dus niet door. En wij wouden ook vanuit onze verantwoordelijkheid als bestuur geen enkele risico nemen en onze plicht daarin vervullen dat inderdaad om het nu af te lassen, zodat alle betrokkenen er ook rekening mee kunnen houden. Want ja, aan zijn Laatste Mert gaat toch een intensieve voorbereiding achter de schermen overaf. Mm-hmm. En een hele hoop mensen moeten dan ook investeringen doen. En als het dan niet door zou gaan, zou dat voor niks geweest zijn. Door de jaren heen is de Laatste Mert langzaam veranderd en maakt het vee nog maar een klein onderdeel uit van de festiviteiten op die dag. Ja, maar dat is inderdaad van deze tijd. Ik heb de tijd ook nog meegemaakt, inderdaad, dat hier van het gemeentehuis tot aan de aansluiting met de markt helemaal vol stond met koeien. En die stonden te lijf aan lijf en kont aan kont, om het zo maar te zeggen. Dus propvol. Maar ja, dat is gewoon minder geworden. En dat is een tijdsbeeld. Een tijdsbeeld dat meer is ontstaan door de ontwikkelingen in de agrarische sector. Die traditie willen we in stand houden. En tradities wijzigen. Onze ouders en onze opa's en oma's, die vierden ook kerstmis. Maar die vieren een hele andere manier kerstmis als wij doen. En toch praten we over diezelfde traditie. En zo is het met de Laatste Mert ook.